voor bedrijf in beeld ben ik vandaag in een wel heel bijzonder bedrijf. Ik sta hier in de pitstraat van Circuitpark Zandvoort, want ik ga deelnemen aan een racedag van Blekemolens Race Planet. En je ziet het, ik ben al helemaal voorbereid op mijn nieuwe job. Ik heb mijn pak al aan. Vandaag loop ik met niemand minder mee dan de oude meester zelf, Michel Blekemolen. Hij moet hier ergens zijn, dus ik ga hem eens even opzoeken. Ah, Michel. Ah, Bas. Ik zocht je al. Welkom op het circuit. Ja, ik moest voorsprongetje nemen. Ja, was even aan het warm rijden hier. Ja, dit is het walhalla van elke man als ik zo om me heen kijk, hè, die van auto's houdt. Ja, dit is fantastisch. Echt het pretpark voor grote mensen. Ja. Merken wij ook. En hoeveel auto's hebben jullie eigenlijk hier? Wij hebben hier meer dan 100 auto's van allerlei snoepgoed. En heb je dan ook een speciale racelicentie nodig om die auto's te besturen? Nee, want wij hebben hier een heel gemêleerd gezelschap. Mensen van 18 en mensen van 80 zelfs. Dat is ook wel weer grappig. We krijgen soms oude vandaag. Ja? En iedereen kan instappen zonder licentie. Ik ben heel benieuwd, wat staat er vandaag voor ons op het menu? We gaan rijden met alle auto's die nu langs rijden. Dat zijn Porsches, de Lamborghinis en de Aston Martin. En dan gaan wij nog de duin in met de jeepjes. We gaan een dreksterproef doen. Ik denk dat het wel leuk om mee te beginnen. Lekker om even een beetje warm te worden. Dan kunnen we in de competitie samen gaan. Oh, ik ga tegen jou meteen? Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik denk wel dat ik ga winnen natuurlijk. Ja, nou, ik sta zo strak als een pianosnaar, dus ik heb er ook wel zin in hoor. Oké. Ja, laten we maar eens even gaan kijken dan. Die papa Emmers kennen we allemaal. Oh. De drag race. Nou, dat is wel een heel spectaculair onderdeel om mee te beginnen. Ja, dat zijn de 500 pk's die je loslaat op je achterwielen. Dus, dat de beste mogen winnen. Ja, het zal waarschijnlijk naar mij gaan, maar goed. Michel, wat is nou een beetje de truc van die drag race? Heb je nog bepaalde tips voor me? Tel je helemaal niks, zoek het even lekker uit. Ben je er klaar voor? Helemaal. Gaat hij er gewoon in, hoor. Yes. Het is dramatisch, dit. Maar goed, je hebt gewonnen, dus zo ben ik ook wel weer. Sportief, dat is een andere zaak. Je hebt beginnersgeluk en allemaal dat soort zaken natuurlijk. Hey, en wat doen deze mensen hier nou eigenlijk allemaal? Die zijn een dagje aan het lol maken. Die rijden in van allerlei auto's. Heel spannend natuurlijk, maar dat zijn individuele mensen. Die inschrijven, maar ook vrijgezellenfeestjes, bedrijfsfeesten veel. Dus wat is mooier dan hier over dat mooie asfaltlint of wat we nu gaan doen in de duin stoeien. Nou, en wat gaan we nu precies doen? Een beetje survival, prijsdakker. Dus ik ben benieuwd hoe je dat doet. Ik ga ernaast zitten. Ik heb wat Valium ingenomen, dus dat moet goed komen. Nou, ik zal heel rustig rijden. En we gaan eens even kijken. Dat heb je meer gezegd, maar dat gaan we eerst maar zien. Oké, goed. Ja, je weet het niet. Kijk. Oh, oh, oh. Ik heb behoefte aan zo'n spuugzakje wat je in het vliegtuig ziet. Ja. Wat een drama. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik in een zo'n milkshake-apparaat heb gezeten. Nou ja, ik heb zo'n gevoel in mijn maag dat het niet helemaal goed is. Ik heb als een turbulentie in het vliegtuig, nou dat heb je hier ook. Maar het is niet alleen maar knallen hier, maar je moet echt een beetje, het komt op precisiewerk aan. Ja, niet vastlopen en proberen niet om te vallen, want het is zoveel hoogteverschil, we gaan aardig heen en weer. Dus, wat is het volgende onderdeel? We gaan naar het asfalt, het is allemaal wat spannender. We gaan met de echte auto's rijden, de buikschuivers. Dus ik denk dat je dat nog mooier vindt dan dit allemaal. Ik ben benieuwd. Even voorzichtig dringijs. Ja, dat is niet voor oude mannen zoals jij. Huh? Denk om de arm. Ja.
gevaarlijk om met dit weer op het circuit te rijden. Ja, je ziet wat er aan de hand is. We hebben aan de ene kant droog, gewoon zonnetje. En aan de andere kant hebben we dus een hagelbui, een regen. Je hebt eigenlijk, ik wil de echte vuurdoop, want je krijgt alles tegelijk. Regen, hagel en zon. Maar gevaarlijk is dat het dan ook? Je moet daar natuurlijk wel op anticiperen. Je kan niet op dat natte kun je absoluut niet zo hard rijden als op het droge. Dus, en met die hagelnet was het natuurlijk heel erg lastig. Ja. Bij het volgende onderdeel mag Bas racen in een Lamborghini Gallardo. Bas, ik ga me wel de voordeel doen, hè? Ja, veiligheid voor alles. Dat moet sowieso, maar op het circuit is het dubbel van belang. Ja. En omdat jij rijdt natuurlijk nogmaals in het kwadraat. Ja. Nou, dat valt niet mee, hè? Het is net alsof je op een matras ligt, joh. Ja, maar ik heb geen tijd gehad om bij je te slapen, hoor. Ondanks dat ik lig. Wat een power in die wagen. Ja, ja, 520 pk, dus dat is wel redelijk, joh. Het is net alsof je in een raket zit, joh. Hier. Ja, maar ik denk dat we jou nu gaan meenemen naar een meer bolhoedachtige auto. Klasse auto. Iets meer stijl. Ja, iets meer stijl, absoluut. En dat is een Aston Martin. Ja, dit is ook echt een schitterende wagen. Lijn, hè? Wat een vormgeving. Ja, ja. Die lampen ook, geweldig. Ja, dit is wel echt de Engelse stijl, hoor. Helemaal waar. Als ik er eentje moet meenemen, dan wat kost die eigenlijk? Voor jou weinig, op zijn Nederlands gezegd. Hé, hey, en is die goed verzekerd? Ja, die is heel goed verzekerd bij de firma Blekemolen. Nou, de Aston Martin, dit rijdt weer heel anders dan die andere twee, zeg. Ja, dit is weer een heel ander temperament, dus een Engelse auto. En wat zegt dat over zo'n wagen? Nou ja, je hebt nu net de Porsche en de Lamborghini gereden. De Lamborghini is weer een Italiaanse spaghetti-achtige auto. Heel spannend, zo'n ding. Ja, dit is meer status, hè. Dit is mooi. Meer stijlvol. Ja, dit heeft een stijl, ja. Je moet natuurlijk proberen een beetje gas te geven. Bas, daarvoor zijn we hier, hè. Beetje dwars de bocht door. Rijd ik nog te netjes, te behoedzaam? Ja, je moet gewoon dat gas te volop en wegwezen nu, ja. Michel, je bent ook niet de allerjongste meer. Hoe lang denk je nog met dit bedrijf door te kunnen gaan? Ja, ik vind het zo leuk om al die mensen te vermaken. Dus ik ga er wel even door. Maar ik heb natuurlijk mijn opvolgers. En mijn beide zoons die nog altijd druk zijn met racen. Maar het is wel leuk als die dat over gaan nemen. Dus, een tijd komen. Ik denk dat dit bedrijf je ook wel jong houdt, hè? Ja, dat is fantastisch. Al die mensen die allemaal zo enthousiast uit die auto springen. En reek nou een beetje goed vandaag? Ja, het ging wel. Ah, is niet leuk. Nee, je deed het goed. Maar een racecursus eroverheen kan nooit kwaad. Nou, misschien kom ik dan nog een keertje terug. Hey, voor vandaag hartstikke bedankt. Okay. Ik heb een superleuke dag gehad. Nou, ik ook. En ik ga straks op de openbare weg weer heel voorzichtig naar huis rijden. Daar zijn we flitspalen en tegenliggers, hè. Houd er rekening mee. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Hoi.